Willem II dus op bezoek bij de hekkensluiter. Willem II als favoriet natuurlijk begonnen. Maar moet die favoriete rol wel waarmaken? Bokila samen met Hilterman in de punt van de aanval. Hilterman hier. Met het geluid van het aluminium net naast de doelman. Mike Haverkotte. Er is maar één ploeg met het balbezit. En uiteindelijk ook met de goal. Hier is Ringo Meerveld na een kwartier spelen. En de 1-0 is een feit. Kijk, de assist is van Bokila. Maar er wordt daar natuurlijk niet uitstekend verdedigd door Topos. Totdat pas 12 keer scoorde. En zo graag beter wil spelen dan de eerste helft van het seizoen. Oh, maar ze krijgen de goals wel makkelijk tegen. Dit is Matthias Verret, de Belg. Stond al een tijdje droog. In maart scoorde hij voor het laatst. Maar deze mag er zijn. En dan weet Willem II eigenlijk al, als je kijkt naar de onmacht bij Topos, dat het een gewonnen wedstrijd speelt. En dit is de man die dit seizoen heel veel aandacht naar zich toetrekt. En terecht, Bokila. Hij is de supersub, speelt in de basis. Als basisspeler dit seizoen nog nooit trefzeker. En vooral ook niet buiten Tilburg. Maar kijk eens, groen vinkje achter allebei. En als hij dan toch bezig is, ja. Als er eenmaal water door de leiding stroomt, dan stroomt het stevig. 65 minuten gespeeld. De tweede van Bokila op aangeven van Dodeman. En het wordt nog een vernedering voor Topos op deze manier. Roda speelt niet. De koppositie kan worden verstevigd. En er komt nog een goal aan. Hier is Ringo Meerveld op aangeven van invaller De Leeuw. Het plezier straalt eraf bij het elftal van Peter Maas. Maar ja, succes geeft ook plezier. En succes is er. Ja, niet bij de fans van Topos. Die zijn verdrietig. Maar dit is de winnende coach. Hij wint een uitwedstrijd met 5-0. Peter Maas van Willem II.